Mijn naam is Perry Snabel van kwekerij Tony uit Ter Aar. Wij telen hier Lely Orientals, Green Trick en zomerbloemen. Dit doen wij op totaal op 15.000 meter kas en 50.000 meter buiten. Totaal hebben we dus 7,5 hectare. We staan hier in de kas bij de kamstertiezen die ik in 6 kleuren dit jaar heb. Lichtroos, donkerroos, wit, crème, milka en donkerblauw. Ook zijn ze te verkrijgen in een mix, de rainbow noemen we dat. Voor elke klant is er op deze manier wat wils. We staan hier in de lelies buiten. Ik teel deze in de schermhal. Het voordeel van Lely Oriental in de schermhal is dat je een beweegbaar bovenscherm hebt. Dat wil zeggen, dit scherm gaat dicht bij heel erge zonneschijn en heel erge wind en hagel. Op deze manier teel ik een hele buiten uitzonderlijke kwaliteit lelies. En toch een beetje beschermd tegen de ergste wind en de hagel en de zon. Wij besteden erg veel tijd aan presentatie. Dit doen wij door middel van de kaartjes die hierop zitten, waarin alle informatie op staat. Lengte, gewicht, knop, rijpheid. We staan hier in een buitenrolvak met Lely Orientals. Deze zijn buiten geplant, groeien dus helemaal buiten op. En op het laatste moment verplaatsen wij die kas die daar staat. Die is verplaatsbaar over die rails heen, die kan rollen. Rollen we de kas hier overheen, verwarming gaat aan, de belichting gaat aan. Op deze manier hebben we toch een hele super rijke uitbloei van de lelies. Ook lopen wij regelmatig 2 keer in de week door de gewassen heen. Om te kijken of alles zuiver blijft. We staan hier tussen de Limonium sinensis. We hebben deze in 6 kleuren ook. Crème, wit, lichtroos, donkerroos, oranje en wit. De Green Trick worden door deze machine ingehangen. De machine bepaalt door middel van een camera die hierin zit de lengte van de tak en de grootte van de bol. Op deze manier hebben wij altijd dezelfde uniformiteit van de bossen. Door ons grote aanbod kunnen wij heel snel reageren op uw wensen.